Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met de Architect. Vorige aflevering ben ik hier gebleven en ik hoor gelijk al je geluidjes. Ja, dat hoorde ik dus allemaal, de gedung en zo. Behalve, ik wil vandaag even een beetje weer geld gaan sparen, want we hebben nu de mogelijkheid om 450 mensen erin te krijgen. Dus ik wilde even wat meer van die maximaal beveiligde gevangenen hebben. Dus dat we even hoeveel het geld wat we verdienen, gewoon eventjes hoog hebben. En zodat we dan ook nog een beetje uit kunnen breiden. Want, ik wil vandaag in ieder geval misschien nog wat cellen ergens bij gaan bouwen. Ik weet nog niet precies waar, misschien hierboven nog. Van die luxe cellen. Dus dat er gewoon een cellenbak bij komt. We zien, dit is 7x5. Zoiets. Zal gaan betekenen dat die veilige omheining weer weg moet. Oh, nee, wacht. Hier moet dan wel een muurtje komen. Hoeft er pas hier te komen. Oké, we hebben weer een bult aan gevangenen binnen, volgens mij. Oh. Oké, hier komt dan een deur. En dan komt hier overal gewoon deurtjes te zitten. Ik had al nog een deur te zitten voor de cellenblok. Muurtje. Komt hier nog een deurtje naar buiten en dan wil ik. Hier weer beginnen met zo'n veilige omheining. Dan hou ik hem mooi zo. Oh ja, en dan komt dan hier nog een deurtje in. Zodat ze daar wel makkelijk naar binnen kunnen. En ik moet binnenkort ook weer eens even mijn gebied even gaan uitbreiden. Want hier naar onder heb ik er natuurlijk wel. Maar voor deze kant. Mochten ze willen gaan afstappen, dan hebben ze niet zoveel kans. Maar wanneer heb ik dit eigenlijk betaald? Ik heb eigenlijk geen idee wanneer ik dit heb gekocht, dit stuk land. Nou ja, het zal wel. Ik ga nu in ieder geval bezig met de fundering. Zo. Zo kunnen ze nu even mooi maken. Ga ik in ieder geval even ondertussen eventjes deze veilige omheining alvast even weghalen. En dan gewoon weer hier bijtekenen. Hier een personeelsdeur, hier een eentje. En daarheen. Want hoeveel? Balvakkers, oké, 50. Oh, het staat hier vast. Die deurservers doen het op een of andere manier niet. Zijn die wel verbonden? Ja, volgens mij wel. Ja, deze dingen zijn wel verbonden. Oké. Deze weer open. Deze ook al vast. Nee, dat moet je open blijven. Oké, deze is in ieder geval weer
klaar, dus dan kan deze... Nee. Voor het ontmantelen. Mantelen. Deze muur slopen. En hier moet dan wel weer een muur komen in plaats van een veilige omheining. Dan wil ik hier natuurlijk wel ook wel een beetje gas hebben. Oké, en dan wil ik hier nog even een deurtje hebben. Kijk eventjes dit als alleen personeel hebben. Eigenlijk dit hele buitenste gebied. Dan moet ik gewoon niet komen. Zo simpel is het. Oké, de stroom. Zou die nog kunnen halen makkelijk? Oké, dan moet hier natuurlijk ook weer een boiler staan. Dat is precies hier. En dan natuurlijk een grote waterleiding. Die dan tot hier gaat. Oké, nu de warme waterleiding. Zo dus. Oké, dan zijn de leidingen ook alvast geplaatst. En nou is het simpel, mag maar eventjes gewoon dit klonen. Oké, dat is uno. Dan moet ik aan de onderkant nog even van die venstertjes maken. Oh, ze leggen daar natuurlijk ook weer gelijk alle... gebeuren neer. Dat is wel fijn. Oké, de venstertjes. De bovenkant die zitten er al. Echt alleen nog maar aan de onderkant. Echt, ik heb echt niet veel geld meer. Maar ja, over 7 uur komen er weer nieuwe gevangenen. Dus dat komt wel helemaal goed. Even zien, de patrouilles. Ik heb ook meer dokko's nodig, zo te zien. Nog eentje hier naartoe lopen. Zoiets. Dus ik heb er sowieso nog 3, 5, 6, 9, 12, 15, 17 nodig. Maar daarvoor moet ik eerst wat meer inkomens hebben, lijkt mij. Oké, kunnen we nog de 5 of 460 halen? Ik hoop het. Hey, een tunnel. Betekent dat er weer graven is, dus dat gaan we eens even onderzoeken. Zo, 460. En dan hebben we nog een aantal celletjes over, dus dat is helemaal prima. Oh ja, tunnels.
Zo. Dat is een lange tunnel. En hier zijn... ja, ze vinden je tunnels. Die doggo die vindt ze gewoon. Ze weten dat hier een tunnel is, dus dat zal wel een van deze celletjes hier zijn. Ik ga het even zien. Oh my god. Holy fuck. Dat is een lange tunnel. Maar kijk er. Dit is gewoon een gehele tunnel die ze hebben gegraven. Damn. Dus aan de ene kant ook op zich best wel slim, want hier loopt gewoon volgens mij een grote waterlijn. Ja, dus dat is heel makkelijk voor hun. Behalve zodra ze hier naar buiten komen, ja, dan is het een probleem. Dus in principe, als de AI wat slimmer was geweest, dan hadden ze gewoon hier doorgegaan. Hadden ze deze celletje er nog bij gehad. Dus hier nog even een tunneltje gegraven, vanaf hier naar buiten. Maar ja, damn. Oké, daar wordt alles nog een beetje gefixt. Oké, zoveel. Kan ik er nu hebben. Dat betekent dat we nog een aantal nodig hebben voor dit gebied. Maar dat betekent wel dat we in ieder geval heel secure zijn op dat gebied. Oké, ik denk dat ze nu wel het meeste hebben. Dus ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. We hebben dus echt gewoon een gigantische tunnel hier gevonden. Ja, dat is wel heel duidelijk als die honden dat vinden. Dus aan de ene kant is dat wel heel erg fijn. En ik teken dat alvast eventjes weer terug, zodat het niet ongezien blijft, laat ik maar zeggen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer. Later.